De Young Primitives zijn graffiti-kunstenaars. Het Groningen Museum gaf hen de opdracht een werk te maken dat geïnspireerd is op zijn collectie Vlaamse primitieven. Op een dertigtal plekken in de Brugse binnenstad ziet u hoe deze underground-kunstenaars een hommage brengen aan oude meesters. Die plekken ontdekt u met een wandelgidsje. En ik heb ook iets ontdekt. Acteur Matthias Schoenaerts is een gepassioneerd graffiti-kunstenaar. Hij maakte ook een werk voor de tentoonstelling Een reusachtige engel. Maar toen ik eraan bezig was, heb ik het geschilderd als een engel. Het is eigenlijk een engel die vanuit het licht neerdaalt in het zwarte gat. Je ziet een enorm zwart gat. En die vliegt naar beneden en is eigenlijk gestuurd naar beneden om ons zogezegd te komen redden. En dat begint hier. Maar ik moet niet te dicht meevolgen. Het binnenste geel is heel lichtgeel. Dat is zo de zon of zo? Wacht. Hè. Het lichtste geel, dat is voor mij denk ik de hemel. Dat is niet wit, want wit is te kil. Maar de hemel is volgens mij vanillekleur. Dat is heel zacht, dat is heel schoon. En dan kwam er de zon, op een of andere manier, ik weet niet hoe, de zon was er. En dat is meer dat iets sterkere geel dat hierin komt. En doordat de zon er was, heeft hij alles vruchtbaar gemaakt. En dat is dat groen. Dat zijn alle planten, alle bomen ook die je hier boven ziet, boven het werk. Fantastisch dat dat werk hier hangt en dat die bomen daarmee zitten. Dat is die vruchtbaarheid van de aarde. En ook dit groen, dat is ook de vruchtbaarheid van alles wat we eten. Maar met de vruchtbaarheid komt natuurlijk ook direct een verrotting. En dat is het zwart. Snap je? Dat is dat zwart, dat is de verrotting. Je ziet eigenlijk niet echt dat dat met een spuitbus gemaakt is, hè? Daar gaat het niet om. Ik weet dat heel veel mensen dat leuk vinden om over dat defect te praten. Ja, maar je ziet dat eigenlijk niet dat dat met spuitbus gaat. Maar dat is eigenlijk zo onbelangrijk. Spuitbus is gewoon een middel om mee te schilderen zoals iemand anders met olieverf of met aquarel schildert. Het heeft natuurlijk wel een ander karakter, maar op zich is het eigenlijk totaal onbelangrijk. Heb je die andere dingen gezien? Nee, ook niet. Ik ben benieuwd. Kijken. Ja, kom. Daarvan? Vind ik geweldig. Ja. Dat vind ik onvoorstelbaar. Vind ik een van de sterkste werken van deze tentoonstelling. Ja? Ja, zeker. Ongelooflijk. Er zit zoveel in. Bijvoorbeeld, hij heeft het beeld van de Madonna gebruikt. Maar als je goed kijkt, dan zie je daar effectief negroïde trekken in. Dat vind ik al een heel subversief, maar oersterk beeld. En dan die En dan Christus. Die onthoofde Christus. Dat eigenlijk een symbool is voor het Westen dat onthoofd is eigenlijk. En dat eigenlijk geen geloof niet meer heeft. Wij hebben geen geloof niet meer. Vandaar dat er ook staat, quo vadis, waar gaan we naartoe? Waar zijn we mee bezig? En vandaar dat je al die structuren van die machinerieën ziet. Snap je? Al die tandwielen. Ja, alles industrieel en alles is kapot. En het is van waar gaan we naartoe? Ons geloof, ons symbool, dat hebben we niet meer. Dat is onthoofd. We zijn alles kwijt. Ik dacht, ik spreek af met een acteur, maar ik heb echt wel met iemand afgesproken die graag schildert. Maar dat heeft allemaal hetzelfde. Voor mij is dat allemaal hetzelfde. Uiteindelijk is het allemaal een vertaling van een gevoel. Hè. En de manier waarop is maar een manier. Hè. Of dat nu met schilderen is, of met spelen, of met voetballen, of met muziek maken. Dat zijn maar de manieren om een vertaling te geven aan een gevoel. Hè. Maar ik heb het niet met voetballen gedaan. Ik heb het met voetballen ook, zo. Ah ja, oké. Okay. Ja, gaan we eens gaan shotten dan. Ja, zeker. Direct. Nee. Maar dit werk brengt dat zeker lang genoeg in beeld. Want dat is... Ja, kijk er maar eens goed naar.